Frank Zappa was zanger, performer, gitarist, tekstschrijver, componist, filmregisseur, een liefhebber van films. Maar Frank Zappa was vooral controversieel en chockerend. In het kader van het Holland Festival werd in de Bali een avond een soort Zappa-universum gecreëerd. En Spirit 2000 was erbij en u kunt kijken naar een impressie van een Zappa-avond in Politiek Café de Bali in Amsterdam. Het grote voordeel is bijvoorbeeld al dat ik dat wil doen, is omdat ik net zo oud ben ongeveer als Zappa. Dus ik heb een beetje hetzelfde leven geleid en dezelfde tijdgeest op, in dezelfde leeftijd meegemaakt. Want als je heel oud bent en heel bij dood bent, zoals ik, dan begin je te merken dat als je 23 bent een bepaald soort dingen leuk vindt en als je 53 bent weer heel ander soort dingen. En dat is eigenlijk in alle perioden van geschiedenis is dat eigenlijk hetzelfde volgens mij. Ik heb het idee dat de 23-jarigen bijvoorbeeld in ieder geval niet willen wat hun ouders willen. Dat is een ding dat zeker is. Dus dat schuift altijd weer een beetje op. Dat zijn dan wel feitelijk andere dingen die je muzikaal wilt doen of in de kunst of zo. Maar het feit is dat het iets anders is dan wat zich daarvoor net heeft afgespeeld en wat zich heeft kunnen ontvouwen tot iets belangrijks. Toch is het belangrijk voor het inzicht in de geschiedenis dat alle grote belangrijke revolutionairen heel vaak steunen op de nog ergere revolutionairen die daar vlak voor zijn geweest en die wij moeten respecteren en eren als kunstliefhebbers. Want daar gaat het dan in eerste instantie om. Eerst even wat een beetje vertellen over het allemaal heel kort. Het is allemaal razendsnel. Net zo snel als de muziek van Zappa over. Dat is zelden heel langzaam. Maar een apart zou ik daar graag een lezing over willen houden. We hebben geen tijd. Eerst wil ik even vertellen dat ik dus niet alleen even oud ben, maar ook heb gekend. En is het wel begrijpbaar duidelijk ook dat ik een beetje raar sta te doen. Hier. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat ik een paar keer met hem geconfronteerd ben. Wat was dat? Dat was de eerste of de tweede, dat toen voor de Change Zaken, 1967, een plaatje van de Monarchs of Invention. Nou, daar had nog nooit iemand in Amsterdam van gehoord. Ik vermoed dat dat absoluut free was, maar voor de kennis maakt het niet zo precies van uit. Het zal de eerste of de tweede geweest zijn. In ieder geval voor Lumpy Grave. Want ik heb zelf, een jaar later ben ik naar de winkel gestapt en heb zelf persoonlijk, dat waren toen nog LP's, CD's, had er nooit iemand van gehoord. LP's van Lumpy Grave en al die anderen heb ik zelf verder, toen later in een eentje helemaal zonder hulp van Lodewijk de Boer gekocht. Die ik zo leuk vond in de jaren 60 van Zappa, dat was een plaat die hij produceerde met dat groepje Groepjes. Dat waren Zen, 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 Someday I will touch and feel him. I know it. Oh, Mick, my dear, dear, dear penis. Ik wil een man met een open auto. Open auto. Waar ik mijn huis zo luid aan laat lopen. Kijk zo. Dat het zo wakker, snap je? Zo, 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 zo. Als mijn moeder er niet was geweest, die nacht dat mijn vader zin had. Er is een foto van mij in Frank en daar hebben ze zijn hand in mijn slipje gemonteerd. Maar die fotograaf is pas vergeten dat als hij één hand extra erbij monteerde. Thank you.
which now, since the fall of man, Verder praten we in het filmmuseum met Sappa-kenner Ko Kluut en met degene die over het filmprogramma deze maand juni gaat, over het Sappa-programma, Leo Heijen. Ko, is het juist te zeggen dat Frank Sappa degene geweest is die als eerste het rock'n'roll tijdperk beeldend vorm heeft gegeven? De eerste vraag een beroep op mijn feitenkennis natuurlijk. Dat weet ik niet. Het is in ieder geval wel zo dat hij altijd heel visueel gedacht heeft. Het is ook zo dat een van zijn eerste muzikale projecten, waar hij ook een beetje serieus geld mee verdiende, dat de muziek was bij een film. Nog voordat hij bekend werd als leider van de Mothers of Invention, schreef hij filmmuziek. Dus ik denk wel dat de connectie visueel-muzikaal bij hem altijd een rol heeft gespeeld. Hij heeft ook een tijdje in de advertising gezeten. Hij heeft kaarten ontworpen en maakt altijd postertjes en tekeningen. Dus ik denk zeker dat die verbintenis er is. En hij heeft natuurlijk een muzikale techniek die je ook in een beeldentechniek ziet, namelijk de collage techniek. En dat is natuurlijk iets wat je ook in beelden hebt, het collageren. En dat heeft hij altijd gedaan. Dus ik denk dat er wel een link is. Wie waren Sappa's inspiratiebronnen op muzikaal gebied? Dat is eigenlijk een hele moeilijke vraag. Op zijn allereerste LP, Freak Out, uit 1966, heeft hij een lijst van namen gepubliceerd van mensen die voor hem belangrijk waren. En ik geloof dat het er 170 of 180 waren. En dat waren mensen uit de rhythm and blues, uit de doo-wop, maar ook uit de serieuze eigen tijdse muziek. Wat hij zelf altijd serieuze, om het zo maar even te noemen, ik hou niet zo van het woord, maar uit de serieuze muziek als inspiratie noemt, zijn Edgar Varèse op de eerste plaats en Anton Webern en Igor Stravinsky. Maar hij luisterde met evenveel plezier naar doo-wop groep als de Clovers en Johnny Guitar Watson. Dat zijn ook mensen die hem allemaal beïnvloed hebben. En juist die bondheid van invloeden komt ook weer terug in die hele bonte muziek van hem. Hoe verklaar je Sappa's afkeer van de gangbare American way of life? Waarschijnlijk omdat hij een gezond verstand had. En in hoeverre vonden zijn opvattingen aansluiting bij de underground beweging in Europa? Het was voornamelijk zo dat in de periode 67, 68, 69 hij in Nederland en in Duitsland heel erg populair was. Als je bijvoorbeeld oude bladen als Hitweek bekijkt en zo, dan kwam hij regelmatig in voor. Ook omdat hij een kritische houding aannam ten opzichte van de maatschappij waarin hij woonde. Wat vaak ook foutief werd vertaald als een anti-Amerikaanse opvatting. En dat heeft hem wel eens dwars gezeten. Dat hij zei van ik word als anti-Amerikaans betiteld, maar ik ben alleen maar kritisch. Maar juist dat anti-Amerikanisme was natuurlijk een duidelijke link met de underground beweging eind jaren 60, rond de jaren 70 hier. En daar heeft hij aan de ene kant gebruik van gemaakt. Aan de andere kant vond hij dat het niet helemaal terecht was. Maar dat het aansluiting vond, dat is duidelijk.
Underground uitgever en vriend van Zappa, Urban Gwerber, die schrijft in het boek, en dan citeer ik even, Times and Those Waves, angefangen hat alles für mich mit Freak Out. Dan die Mothers selber. Ze stelden alles in de schatten, was bis dahin als provocatief oder wilde Golte hatte. Dus met andere woorden, de betekenis van Freak Out was ook dat het zo ontiegelijk provocerend en wild was. Dat was de betekenis volgens hem dan van Freak Out. Wat vind je daarvan? Ja, daar heeft Gwerder wel gelijk in, ja. Gwerder was een tijdje een blaadje gehad, dat heette de Hot Rats Times, weet ik nog wel. Ja, dat is waar. Voor veel mensen was Freak Out een openbaring. En het was gek genoeg ook de eerste plaat die ik van Zappa hoorde. Die bij mijn vader in de kast stond. En je had zoiets nog nooit gehoord. Degene die volgens mij in Nederland Zappa het eerste noemde en in kleine kring bekendmaken, was Frits Boer. Ik geloof dat dat een kinderpsycholoog is. Hier uit Amsterdam. Die ik nog graag een keertje zou willen ontmoeten. En die schreef dus in Hitweek over Freak Out en wat hem overkomen was. Als je die plaat hoorde, overkwam je iets. Dat heeft natuurlijk voor... sommige mensen hebben dat met Sgt. Pepper, andere mensen hebben dat met een andere plaat. Met de Sacre du Printemps. Een heleboel mensen hadden dat met Freak Out. Je dacht, wat is dit in godsnaam? Kijk, popmuziek waren liedjes over liefde. En gezongen door leuke jongens. Nette leuke jongens. En 66, bedoel, toen was geloof ik net Revolver van de Beatles uit. Nou, dat was toen heel hip. En toen kwamen opeens die Mothers. Lelijke, rare mannen. Met een lelijke, rare, ingewikkelde muziek. Met veel citaten. En niemand begreep eigenlijk precies wat er aan de hand was. En toen Zappa dan ook een keertje begon te roepen dat hij tegen die drugcultuur van de hippies was. Raakte helemaal iedereen in de war. Dus Gwerder heeft het goed getypeerd, denk ik. Geweest, een soort een keerpunt in Zappa's leven wat bepalend is geweest voor die afkeer en dat wantrouwen ten opzichte van de gevestigde orde. Ja, ik weet niet of daar een bepaald punt voor aan te wijzen is. Ik denk dat het altijd wel een beetje heeft meegespeeld. Kijk, de maatschappij zoals hij hem aantrof en ook zoals hij hem zag, misschien dat het wel niet helemaal een correct beeld was, maar in ieder geval zoals hij hem voor een groot gedeelte zag, was natuurlijk een maatschappij die niet echt zat te wachten op inventieve, vernieuwende componisten. Misschien is dat nog steeds wel zo. Misschien is dat eigenlijk overal wel zo. Maar hij trok zich dat heel erg aan en noemde dat zelfs een wat kwaadaardige omgeving voor het vrije denken, het vrije componeren. Hij is natuurlijk altijd een soort vrijheidsstrijder geweest. En in de jaren 60 was dat voor hem vaak moeilijk, maar in de jaren 80 bijvoorbeeld ook, toen je die hele movement kreeg in Amerika die weer de popmuziek wilde gaan censureren en gaan bestikkeren en zo met waarschuwingsstickers, was hij een van de eerste die daartegen ten strijde trok. En dus ik denk eigenlijk niet dat het een punt is geweest. Ik denk dat het altijd gespeeld heeft. Want waarop baseerde hij die angst voor censuur? Dat zat ik te denken aan die film die hij gemaakt heeft, die eerste film waarvoor hij in de gevangenis belandde. Nou, dat was geen film, dat was een geluidsband die hij had gemaakt. Dat was trouwens een opzet van de politie. Die hadden hem die opdracht gegeven, alleen hij wist niet dat het agenten waren. Om een soort, wat zij noemden, pornografische band te maken. Ja, angst voor censuur is natuurlijk eigenlijk iets wat we allemaal zouden moeten delen. Dat is niet iets wat exclusief is voor Frank Zappa. Ik bedoel, iedereen die natuurlijk met uitingen bezig is, met wat dan ook bezig is, zou natuurlijk bang moeten zijn voor censuur. Want censuur is natuurlijk gewoon verkeerd. En alleen je ziet dat sommige mensen zich wat makkelijker aanpassen aan de censuur. En je ziet bijvoorbeeld dat als een zender als MTV het woord motherfucker censureert, dat een heleboel vooruitstrevende mensen à la Prince en dat soort groepjes, dat die gewoon op eigen, zonder dat er om gevraagd wordt, al videoclips afleveren waar dat woord uitgehaald is. Dus mensen doen er graag mee als het verkoopt. Conformisme wat bij Zappa ontbrak. Ja. Ja, het is, dat ontbrak zeker bij hem. Hij zag het zelf ook als een heel wonderbaarlijk iets dat hij kon leven van datgene wat hij zelf bedacht. Vooral ook omdat hij dat op een concessieloze manier deed.
Hij trok zich niet aan van, hij liet zich niet vertellen door iemand, je moet nu dit of dit of dit schrijven of maken. Dat was niet aan de hand. Het Holland Festival noemt Frank Zappa als een van de belangrijkste componisten van deze eeuw. In hoeverre ben jij het daarmee eens? Geheel mee eens. Ik weet ook wel dat het een omstreden iets is. Dat er vaak door andere componisten op gereageerd wordt. Ja, is dat dan wel zo? Of op journalisten. Door journalisten wordt er ook vaak op gereageerd. Van ja, dat is niet zo. Want het is eigenlijk allemaal amusement en dit en dat. Maar dat vind ik helemaal niet relevant. Het gaat er namelijk helemaal niet om hoe goed of hoe slecht iemand schrijft. De feiten spreken voor zichzelf. Hij is iemand die grote groepen jonge mensen naar een bepaald soort muziek heeft getrokken. En in aanraking heeft gebracht met een bepaald soort muziek. En dan kan je wel zeggen, ja, die of die componist is interessanter of schrijft ingewikkelder of is inventiever of wat dan ook. Maar dat vind ik allemaal van die non-vergelijkingen. Het is gewoon een hele belangrijke man, omdat hij hij is groot geworden in een periode waarin stijlen heel erg afgebakend waren. En hij is overleden in een periode dat die stijlen eigenlijk allemaal door elkaar heen liepen. En ik denk dat hij een van de belangrijkste mensen is geweest om die stijlen door elkaar heen te laten lopen. En je ziet vaak dat mensen, journalisten, medecomponisten, die zeggen van nou, die belangrijkheid van Zappa valt wel mee. Dat het vaak mensen zijn die ook vast proberen te houden aan die indelingen. Wat natuurlijk van tevoren al een verloren strijd is. Maar ja, daar kunnen mensen hardnekkig in zijn. Dus kijk, je kan ook mensen zeggen, ja, het is helemaal niks. Maar ja, goed, hij was er zelf ook heel luchtig over. Het is helemaal niet belangrijk of ik belangrijk ben of dat mensen mij herinneren of dat ik in de boeken kom. Hij zegt, ik maak iets voor nu. En het kan nu geconsumeerd worden en kom maar luisteren. En daar gaat het om. Het was niet een egocentrische houding, want hij was zich zeer bewust van zijn publiek. Maar binnen het bewustzijn van het publiek had hij ook een taak, vond hij, om bepaalde dingen te doen die anderen niet deden. En dat heeft hem soms heel veel geld en heel veel moeite gekost. Het heeft hem ook wel wat opgeleverd, maar... Dus ik vind het wel terecht dat ze hem zo afficheren. Al was het alleen maar om die reacties uit te lokken van mensen die zeggen, ja, dat valt wel mee. Want dan kan je namelijk zeggen, hoezo dan? En ook dat hij een van de belangrijkste vernieuwers van op muzikaal gebied geweest is? Hij heeft bepaalde technieken in de popmuziek gebracht die daarvoor nog nooit vertoond waren. Hij heeft bepaalde levels van virtuositeit op podia neergezet die onvoorstelbaar zijn. En het zijn alleen maar de mensen die dat goed gevolgd hebben en zich daarin verdiept hebben die weten wat ik daar precies mee bedoel. Maar ik heb dus in situaties waarin je meestal toch wat mattere popmuziek ziet, heb ik hem... dingen zien doen, technisch, die je voor onmogelijk hield. En daarvoor had hij ook vaak hele grote virtuozen in zijn band, die nu allemaal zeggen van, ook al waren we al virtuozen toen we kwamen, toen we bij hem een paar jaar gespeeld hadden, waren we nog tot hele andere grenzen gedreven, zeg maar, van ons eigen kunnen. Nou, dat is dus duidelijk laten we zeggen, dingen op een podium presenteren die daarvoor voor onmogelijk gehouden werden. Dat heeft hij toch wel een paar keer geflikt. En de teksten, hè? Ik vind ze zelf ontzettend grappig en leuk. Maar sommige mensen vonden die toch ook erg hard, harde humor. Was hij daarin ook verschillend van de rest van de teksten van popliedjes? Nou, wel in het begin natuurlijk. Want die hadden natuurlijk heel vaak een duidelijk stramien van jonge meisje, wel of niet gelukkig. Maar er zijn wel in de popmuziek nog velen geweest die ook hele leuke en hele scherpe teksten hadden. Ook vaak kwam dat vanuit de blues of uit de rhythm and blues. Wel dubbelzinnige teksten of grappige of satirische teksten. Ik denk dat dat niet zijn... Ik denk dat hij daarvoor niet echt een credit verdient als grote vernieuwer of zo. Ik bedoel, hij was bijvoorbeeld een hele grote fan van Lenny Bruce. En dat kan je goed merken. Maar ik vond het geen groot tekstschrijver. Het was inderdaad vaak grappig. En soms was het trouwens ook heel waar. En soms ging het hem ook niet... Soms ging het hem over om de klank van woorden. Dan kreeg je vaak ja, wat onzinachtige teksten. Maar soms ging het hem gewoon over de boodschap. En dan nam hij ook niet echt de moeite om daar iets poëtisch van te maken. Want dan zei hij gewoon waar het op stond. En dat is wel iets wat veel mensen aansprak. Die directheid. Het was niet heel poëtisch en heel romantisch of zo. Het was gewoon... Hier gaat het duo's op de gitaar. Hij kon niet zingen en spelen tegelijk. Van blad spelen wat anderen geschreven hadden, dat zat er al helemaal niet in. Dus hij was een redelijke gitarist voor het spelen van schema's en dat soort dingen. En het was in het begin was het een aardige gitarist op solistisch gebied. Maar een van zijn ex-muzici die heeft mij een keer verteld, hier in Amsterdam, dat er iets gebeurde. Namelijk op een gegeven moment ging hij helemaal in Indiase muziek zitten. En toen is hij het hele soleren over blues schemaatjes
heeft hij losgelaten en is hij in 1 of 2 akkoordenpatronen gaan soleren op een haast Indiaanse manier. En dat komt dus soms uitmonden in ellenlange gitaarsolo's die bij hem echt een instant componeren waren. Hij zei, ik ga niet van tevoren allerlei mooie, snelle dingen bedenken en dat dan op een podium reproduceren. Als ik een gitaarsolo speel, ben ik echt op dat moment iets aan het bedenken. En zie je dus mij iets bedenken en je hoort gelijk wat ik bedenk. En daar kan je van houden of niet. En ja, hij schoot wel eens in door, want hij heeft wel platen uitgebracht van maar 3 dubbel LP's met alleen maar gitaarsolo's. Dan had hij in een bepaald liedje had hij een gitaarsolo en dan knipte hij het liedje weg en hield hij de solo over. En daar zette hij dan 35 van achter elkaar. Dat is wel voer voor de echte zappologen. Ik kan me niet voorstellen dat iemand dat nou echt eens leuk aanzet. Zo van, laten we zijn muziekje op de achtergrond aanzetten. Dus het was iets wat je wel vaker bij zeer persoonlijke uitingen hebt. Je hebt voorstanders, je hebt tegenstanders. Ik ken eigenlijk nooit iemand die zegt, ja, vind ik wel aardig die gitaarsolo's. Mensen worden er of gek van, of ze kunnen er uren naar luisteren. En het is wel inventief. Het heeft zich wel ontwikkeld, die stijl. En het is ook bijna niet na te doen. En het gek is, ik weet niet of ik daar gelijk in heb, want ik speel geen gitaar. Maar ik denk dat het voor veel gitaristen moeilijk is om in Zappa's stijl te spelen, omdat ze te technisch zijn. Dus ze vervallen veel te gauw in een technische vaardigheid die vreemd is aan zijn manier van spelen. Dus hij heeft zich het meeste wat hij deed en waar hij zijn geld en zijn carrière aan te danken had, had hij zichzelf aangeleerd, zo ook het gitaarspelen. Dus hij had ook hele onorthodoxe manieren van spelen en zo. Maar ik ken wel veel gitaarvirtuozen die hem wel een van de belangrijkere gitaristen vinden. Maar ook weer die eigen compromisloze manier van spelen, dat vond je terug in dat gitaarspel. En het is niet allemaal even interessant hoor, dat niet. Het verschijnsel groupies, hè, dat is bij Frank Zappa is het volgens mij voor het eerst heel sterk naar voren gekomen. Nou, het is bij Zappa voor het eerst duidelijk geworden. Hij heeft er een show van gemaakt, ja, ook. Ze zijn er altijd al geweest. Maar hij noemde zijn werk vaak een soort antroposofie. Nee, antropologie. Hij zei, ik documenteer dingen die ik zie. Bijna in de traditie van de oude balladen. Schrijvers die gewoon dingen die er gebeurden vastlegden in een ballade. Hij legde dingen die hij meemaakte in zijn leven, legde die vast in liedjes. En fenomenen legde die vast in liedjes en in teksten en in korte verhaaltjes en verzinsels. En daardoor heb je een beeld van wat er toen in Los Angeles bijvoorbeeld gebeurde in de muziekindustrie. Hij vond die groupie zo'n interessant fenomeen. Niet alleen privé, maar ook als fenomeen zo interessant. Dat hij dacht van, daar ga ik iets mee doen. Dus toen heeft hij met een paar van die meiden heeft hij een keer een groep opgericht. En een plaat gemaakt waarbij ze vertellen over wat ze meemaken. En dus dat is een soort documentatiedrift, zeg maar. Dus je kunt ook veel van zijn werk, ook veel van zijn artistieke werk zien als een soort halve documentaire daardoor. Waardoor er hele rare momenten uit de geschiedenis van de popmuziek, maar ook gewoon sowieso uit de geschiedenis, bewaard zijn gebleven. Is er anno 2000 nog een generatie nodig, zoals de Zappa-generatie? Dus heel controversieel en anti-censuur en heel kritisch. Of zeg je dat is typisch een 60e jaren verschijnsel, dat zal niet meer terugkomen en daar is ook geen behoefte aan? Ik denk dat er altijd behoefte aan is. Ik denk dat er altijd behoefte is aan mensen die vragen waarom. Waarom is dit zo? Hoe zit dat? Ik bedoel, zelfs als je naar censuur kijkt en als je naar beperkingen in levensmogelijkheden kijkt, leven wij natuurlijk eigenlijk in een soort paradijs in Nederland. Tenminste, dat is mijn persoonlijke opvatting. Ik ben niet een idioot veel landen geweest, maar alle landen waar ik wel geweest ben, denk ik van, er valt hier wel wat op, er is toch wel wat op af te dingen, wat je wel of niet kan zeggen, wat je wel of niet kan doen, wat je wel of niet kan vinden. Dat leidt natuurlijk ook tot een soort dédain, een soort verzadigdheid hier. Dat maakt niet uit, maar het steeds je afvragen, waarom is iets zo? Hoe zit het in elkaar? Als iemand op televisie iets zegt en je weet dat hij ervoor betaald krijgt, hoe zit dat? Zegt hij het omdat hij er inderdaad voor betaald wordt of zegt hij het omdat hij het vindt? En mensen hebben natuurlijk ook in een vrije maatschappij als de onze de neiging om verwend en daardoor wat lui te raken en dan dingen voor lief te nemen. Maar ik
ben er zelf, misschien wel omdat ik een Zappa-fan ben, altijd wel mee bezig van waarom mag iets wel of waarom mag iets niet? Hoezo, waarom mag dit niet? En omdat er zoveel wel mag, lijkt het alsof alles mag. Maar bijvoorbeeld het controleren van de mensen die jou regeren bijvoorbeeld. Als maar in je dorp. Meneer A wil een dakkapel bouwen, dat mag niet. En meneer B zet een hele schuur neer, dat mag wel. Als niemand zich afvraagt hoe zit dat, dan kan dat dus door blijven gaan. Er stond van de week weer iets in de krant dat ik dacht van ja. Als die mensen zich hadden afgevraagd hoe zit dit, waarom is dit zo, dan was er misschien iets anders gebeurd. En dus ik denk dat. En censuur. Kijk, censuur is. Ligt natuurlijk heel gevoelig. Als je kijkt naar de media, dan is er een reden waarom iets wel of niet vertoond wordt. Nou ja, goed, je had laatst die rel bij de VPRO over die jongen die Hitler-imitatie deed. Muns. Ja, Muns. Ik heb het overigens niet gezien en ik heb die jongen al een paar keer gezien. En ik heb als een soort hobbyprojectje heb ik 5 jaar in het textiel gezeten. Dus ik weet precies hoe voor de boeren werken. Dus ook hoe Muns werkt. Dus dat vind ik eigenlijk verschrikkelijk amusant. Dat is gewoon een schreeuw lelijk die heel makkelijk scoort. Alleen de commotie die eromheen ontstaan is, die vond ik interessant. En dat werd dan een soort mini-relletje. Overigens, een week later had niemand het er meer over. Daar gaat het niet om. Maar ja, het is... In dat verzadigde landschap wat wij hebben, moet je soms extra wakker blijven. Want als je zegt van je leeft in een maatschappij waarbij het heel duidelijk is dat iets niet mag, kun je ook heel duidelijk daar natuurlijk tegen ageren en daar ook een soort continuïteit in brengen. Maar hier komt het soms om de hoek kijken. Ik maak mezelf graag en veelvuldig belachelijk binnen het Hilversumse mediabedrijf door te zeggen dat ik het belachelijk vind dat er een heleboel discjockeys zijn op Radio 3 die hun eigen muziek niet mogen uitzoeken. Maar ja, kijk, als je zegt tegen een discjockey van kijk eens even naar deze check die op tafel ligt. En de volgende vraag is, ga je wel of niet erover zeuren? En hij kijkt naar het bedrag en hij denkt, wat kan ik hier allemaal voor doen? En hij zegt van, nou laat me zitten, ik lees er een lijstje voor. Ja, dan kan je zeggen van, ja god, het werkt toch? De mensen luisteren ernaar, het staat in de fabriekshal aan. Ja, als je van creatieve, spannende en vernieuwende en creatieve, laat ik het zo zeggen, creatieve radio houdt, dan zeg je, ja dat kan toch niet? Dat goede muziek minnende DJ's zich dat laten aanleunen. Nee, dat kan ook niet. Dus krijg je andere soort DJ's. Nou, die bijvoorbeeld voor het geld komen. Nou, dat is een totaal ongevaarlijk iets. Maar, ik vraag me dan af, als jij de muziekkeuze van zo'n zender, of voor welke zender dan ook, afhankelijk maakt van de keuze van een klein clubje mensen, dan komt de artistieke beslissingen komen in het geding. En datzelfde geldt natuurlijk voor beelden. Ja. Ja, kijk, het is natuurlijk... Wat dat betreft is er natuurlijk nog zoveel te doen. Het geldt ook voor beelden. Maar kijk, op het moment dat alles mag, krijg je natuurlijk te maken met smaak. En dat is natuurlijk een van de meest moeilijke onderwerpen om over te praten. Wat is nou smaak? Kijk, ik heb begrepen van die... Nog even terug te komen op die Muns. Ik vind het totaal irrelevant of ik het leuk vind of dat ik het ermee eens zou zijn of wat dan ook. Maar ik vind wel dat het moet kunnen. Behalve als iemand iets doet. Kijk, als je met beeldmanipulatie iets doet, dan... Ja, we komen ongemerkt op een ander onderwerp, namelijk wanneer iets wel of niet kwetsend is. En daar ben ik altijd een beetje voorzichtig in om te kijken of ik iets kwetsend vind of niet. Maar we kunnen concluderen, een houding zoals Frank Zappa had, ten opzichte van censuur en overheid, dat kan geen kwaad om het nu vandaag de dag ook nog te hebben. Nee, omdat natuurlijk zowel censuur, zowel mensen die censuur plegen, als de overheid, als mensen die bij de media werken, daar zijn jij en ik voorbeelden van, wij werken ook bij de media, hebben altijd de mogelijkheid om te kiezen. Het maken van keuzes wat je wel of niet uitzendt is aan de ene kant is dat je plicht, want daar word je voor betaald, dat is je werk. Aan de andere kant is het ook het gevaar. Want hoe maak je keuzes? Hoe bepaal je keuzes? Als iemand tegen mij zegt, jij wordt uitgezocht of jij wordt gevraagd om muziekkeuzes te maken. Hè? Bijvoorbeeld, ik maak een radioprogramma op zaterdagavond dat ik helemaal zelf samenstel. Dat heet 4FM. Dat is op Radio 4. En ik ga er prat op dat een programma is zonder vormen, zonder
dwingende muziekkeuzes. En dat eigenlijk kan alles wat goed is, dan krijg je weer wat is goed, maar goed, laten we dat even rusten. Alles kan daar in principe in. Maar omdat ik maar een uur per week heb, kan ik niet alles wat aangeboden wordt, kan ik uitzenden. Dus maak ik een keuze. En het moet een beetje een evenwichtig programma zijn. Dan moet je er maar van uitgaan dat die keuze oké is voor mij. Want wat zijn de parameters van je keuze? Wat is nou als een van mijn parameters van keuze is van muziek gemaakt door Antillianen, komt er niet in. Dan begint iedereen van ja, maar dat kan dus niet. Maar als ik zeg muziek gemaakt op valse instrumenten, ja, zegt hij, ja, dat kan allemaal wel. Nou, dat zijn twee extremen, maar daartussenin, hoe zit het met de gradaties daarvan? Wanneer kan iets wel, wanneer kan iets niet? Wanneer mag je een tekst wel uitzenden, wanneer mag je een tekst niet uitzenden? Dat is natuurlijk een groot probleem. En dat heb je zeer recent, als je het even in de muziekgeschiedenis bekijkt, zeer recent in Amerika nog gehad, toen je in de jaren 80, en ik noem dat voorbeeld omdat Zappa zich daar toen heel kwaad over heeft gemaakt, had je de groep The True Life Crew. Nou, op een gegeven moment was het verboden om die plaat te verkopen. Je kon dus in de gevangenis komen door het verkopen van een plaat. Nou, dat is levensgevaarlijk, want het is namelijk twee stappen van de boekverbranding vandaan. Het klinkt allemaal een beetje overdreven, maar in de kiem is het zo. Want waarom zou je zoiets verbieden? En ik heb begrepen dat Zappa tot aan het einde van zijn leven er heel erg kritisch over geweest is. Hè? Ook over wat de gevestigde journalisten zeiden. Hij heeft ook geweigerd om zich te laten opnemen in de Wall of Fame. Wat geloof ik na zijn dood alsnog gebeurd is. Ja, kijk, in Amerika is het ietsje extremer dan hier. Ik bedoel, dat is wel zo. Maar je hebt hier ook voorbeelden. Je hebt hier ook... Nogmaals, ik heb net gezegd dat we hier eigenlijk in een paradijs leven. En dat hou ik ook wel in stand. Kijk, bijvoorbeeld het feit dat het Holland Festival zo breed iets over Zappa kan doen. Maar juist dan moet je voorzichtig zijn. Want als je achterover gaat leunen en denkt van nou, het komt allemaal wel goed. Dan heb je weer de kans dat er bepaalde dingen doorheen glippen. En omdat Nederland natuurlijk een klein taalgebied is, een klein mediagebied, is het ook allemaal heel controleerbaar. We kunnen hier niet echt gekke dingen doen. Je zal hier niet zo gauw een dominee hebben die 1,5 miljoen gulden per week uit de zakken van zijn toehoorders klopt. Dat kan daar weer wel. Maar je hebt hier wel dominees die hele rare dingen soms zeggen, ook op tv. Ik heb bijvoorbeeld een keer, het zal waarschijnlijk bij de EO geweest zijn, heb ik een keer een analyse gehoord van Henk Binnendijk over Suske en Wiske boeken. En dat het eigenlijk een schande was dat ouders hun kinderen Suske en Wiske boeken lieten lezen. Omdat daarin getoverd werd, omdat een geestje kleine elfjes in voorkwamen en zo. En dat is allemaal de duivel. Dus het is kijk, en ik heb hele goede vrienden bij de EO werken hoor. En bij de muziekafdeling van de EO werken een aantal mensen waar ik verschrikkelijk goed mee kan vinden. Maar ze weten van mij en ik weet van hun wel waar we voor staan. En als ik eens een keer... Alleen wij leven, ik heb niet de behoefte om dat vanuit waar ik werk uit te bannen. Omdat ik zie er niet echt een agressie in. Omdat ik dat wel zo zien zou het een ander verhaal zijn. Maar ik constateer wel dat het zo is. Bepaalde dingen mogen daar niet. En op het moment dat iemand zegt, dit mag bij ons niet. Het zaubefleuten van Mozart mag niet. Omdat erin getoverd wordt. Dan denk ik van, ja jongens. We leven godzijdank in een land waarin je dat zelf mag weten. Maar zolang ik zeg dat jij dit zaubefleuten niet hoeft uit te zenden, moet je ook nooit zeggen dat ik iets niet mag uitzenden. En die balans, als die gezond blijft, niks aan de hand. Wat had Frank Zappa met film? Nou, ik denk veel meer dan wat de meeste mensen weten. Kijk, Zappa staat op filmgebied natuurlijk bekend als de maker van Tour de Motels. Wat veel mensen niet weten is dat hij ook nog een zestal andere films heeft gemaakt. En ja, daarnaast ook echt gek was van film. Heel erg veel van allerlei science fiction en horrorfilms uit de jaren 50 en 60. Maar bijvoorbeeld ook van bepaalde films uit de jaren 70, zoals The Conversation. Dat betreft denk ik een hele interessante film op het gebied van Zappa. Omdat de film zeg maar op
gebied van geluid heel belangrijk is. Ik denk dat verklaart waarom Zappa daar een affiniteit mee had. Maar ik denk dat hij in zijn hele werken was hij natuurlijk veel meer dan alleen een muzikant of alleen een componist. Hij zegt het eigenlijk zelf ook in documentaire die Roelof Kiers over hem heeft gemaakt. Dat als hij componeert, dat hij eigenlijk tegelijkertijd ook wel in beelden denkt. Dus in die zin is film een kunstvorm die volgens mij het dichtst bij zijn muzikale activiteiten staat. Nou, een prachtig voorbeeld is natuurlijk 200 Motels. Wat niet alleen een plaat was, maar tegelijkertijd ook een film. En tegelijkertijd ook geschreven om uitgevoerd te worden door een orkest. Het is eigenlijk een van de eerste multimedia projecten. En ja, ik denk dat heel typerend is voor Zappa. Dat hij een veelzijdig kunstenaar was die niet binnen zeg maar, bepaalde straatjes, binnen bepaalde kunstvormen dacht. Maar zijn ideeën, de mogelijkheid zag om zijn ideeën in vele verschillende uitingen naar voren te laten komen. Ja, kijk, elke film wordt natuurlijk binnen een bepaalde maatschappelijke context gemaakt. Dat geldt denk ik ook voor 200 Motels. Ik denk dat het, waar gaat 200 Motels over? Heel breed gezegd of heel nauw samengevat zou dat kunnen zijn over Life on the Road met de Mothers of Invention. Het ademt een bepaalde anarchie uit, een bepaalde... vrijheidsverlangen, wat je natuurlijk in heel veel cultuuruitingen uit die periode tegenkomt. Dus in die zin is het denk ik ook absoluut een tijdsdocument. Maar wel een tijdsdocument wat nog steeds blijft staan.